De Hyundai Ioniq 5 is inmiddels dik 1,5 jaar op de markt en het is een behoorlijk succesvolle auto. Er zijn er in Nederland inmiddels dik 3.500 stuks van verkocht en de teller loopt aardig op. Toch vond de Hyundai het nodig om een technische update aan de auto door te voeren. Iets aan de accu, iets aan het onderstel en iets voor wat betreft de uitrusting. Maar de verschillen met het vorige model, die zie je niet direct. Ze zijn er echter wel degelijk en om die te laten zien aan jullie heb ik er zijn belangrijkste opponent bij gehaald. Vooralsnog. En die belangrijkste opponent, dat is de eerste generatie Ioniq 5. In deze video laat ik jullie dan ook het verschil zien tussen de eerste en de tweede generatie Ioniq 5. Het design van de Ioniq 5 kan ik het kort houden. De auto is op dat vlak niet veranderd op één detail na, maar daar zal ik zo even op terugkomen. Om te beginnen zijn beide auto's uitgevoerd als Connect Plus Edition en dat is niet zonder reden. Dat is een van de populairste uitvoeringen van de Ioniq 5. Heeft onder andere te maken met het feit dat de auto dan erg goed is uitgerust. Lederen bekleding bijvoorbeeld, LED-koplampen, maar ook deze uitvoering is standaard voorzien van een warmtepompinstallatie en batterijverwarming. Dat maakt de auto net even iets efficiënter. Maar waar kan je de vernieuwde Ioniq 5 dan aan herkennen? Nou, onder andere aan een optie die niet op deze auto aanwezig is. Digitale buitenspiegels behoren voortaan tot de mogelijkheden. Die verlagen de luchtweerstand en daarmee zou je dus in theorie een stukje verder moeten komen. Maar Hyundai geeft wel aan, ze blijven optioneel verkrijgbaar. Ze monteren ze absoluut niet standaard. Ja, en wat ik persoonlijk erg gaaf blijf vinden aan de Ioniq 5, ja, dat is toch echt wel het design. Het is een soort hele grote hatchback, want vergis je niet, we hebben hier te maken met een auto van bijna 1,90 meter breed zonder de buitenspiegels, 1,65 meter hoog, 3 meter wielbasis en een totale lengte van 4,63 meter. Dit is echt een unit van een auto. Gaaf blijven die LED koplampen met die pixelvormige design. En de kleuren van deze testauto's. Cyber Grey Metallic en Galactic Grey Metallic. Ja, en hoe onderscheidt de duurste versie van de Ioniq 5 zich? De lounge versie, die kan je herkennen aan een luxere set koplampen. En het feit dat die koplampen dan doorlopen met LED dagrijverlichting hier in de voorbumper. Gaaf detail en ook een stukje ja, de innovatie en de techniek van die Ioniq 5. Deze luchtroosters onderin de bumper die op afroep kunnen worden geopend. Stel het accupakket is behoorlijk warm, heeft wat extra koeling nodig, dan kan die deze sleuven openen. Is het juist wat kouder buiten, moet het accupakket worden opgewarmd, dan sluit die ze. Aan de achterkant blijft het ook een unieke auto om te zien. Zeker ook omdat het hier een hele gave auto is. Die je echt, ja, je springt er echt tussenuit op de weg als je het mij vraagt. Pixel LED achterlichten. Beide nog steeds identiek. En in het geval van deze Connect Plus Edition zie je wel dat in de onderkant van de bumper, ik zal de kniplichten even aanzetten, daar zit vrij conventionele halogeenverlichting. Wil je die mooie LED achterlichten? Dan vormen de kniplichten, zijn dan onderdeel van deze LED pixelstructuur. Ook dan zal je moeten opteren voor de lounge uitvoering. Dan worden de achterlichten ook optisch verbonden met een strip in het midden. We'll be right back.
Maar wat zijn de technische verschillen dan met het oude model? Nou, ik rijd nu in het oude model, maar het nieuwe model heeft ten opzichte van deze variant een grotere accu gekregen. 77,4 kWh ten opzichte van 73 kWh van het uitgaande model. Onderaan de streep hebben we nu 74 kWh continu tot onze beschikking tegenover de 70 kWh van het oude model. Dit zorgt er onder andere voor dat de nieuwe IONIQ 5 507 km volgens de WLTP-testmethode af kan leggen in combinatie met 19-inch lichtmetalen wielen ten opzichte van de 487 van het uitgaande model. Maar het is niet alleen maar hoezee. Nee, want de accu is ook iets zwaarder geworden en dat zorgt er onder andere voor dat het gemiddelde verbruik dus wel omhoog ging van 16,8 naar 17 kWh op 100 km. Maar eerlijk is eerlijk, het toegenomen gewicht is wel verwaarloosbaar. De vernieuwde IONIQ 5 weegt 25 kilo zwaarder dan het uitgaande model. 1910 ten opzichte van de 1885 kilo die de oude 73 kWh versie in combinatie met achterwielaandrijving in de schaal legde. En wederom, dat vind ik vrij netjes voor zo'n forse volledig elektrische auto's. Dat is veel lichter dan concurrenten als de Volvo XC40. Veel lichter dan bijvoorbeeld een BMW iX3. Die weegt uit mijn hoofd zelfs 2200 kilo. En ook lichter dan bijvoorbeeld de Ford Mustang Mach-E. Toch vond Hyundai het wel nodig om die 25 kilo extra te compenseren met extra pk's. De elektromotor werd dus ook iets krachtiger. Deze levert voortaan in plaats van 217, 229 pk. Het koppel bleef wel gelijk, 350 Nm in totaal. De 0 tot 100 sprint, hij is net iets sneller geworden. In plaats van 7,4 seconden heeft de vernieuwde IONIQ 5 7,3 seconden nodig om de 100 km per uur te bereiken in combinatie met achterwielaandrijving. Ook de AWD-versie werd sterker, want in plaats van 305 pk krijg je voortaan 325 pk tot je beschikking. Ook hier blijft het koppel wel gelijk met een totaal van 605 Nm. Je krijgt dus eigenlijk op alle fronten meer IONIQ voor je geld. Een grotere accu, een sterkere elektromotor en betere prestaties, ook zeker voor wat betreft de range. Alleen het verbruik ging ietsje omhoog. Maar hoe zit dat in de praktijk? Nou, ietsje. Welkom in de nieuwe IONIQ 5. De nieuwe IONIQ 5 heeft op papier dus een iets hoger energieverbruik ten opzichte van het uitgaande model. En dat merk je vooralsnog ook in de praktijk. Ik heb behoorlijk wat kilometers met beide auto's gereden. Ook trajecten waarop we de dagteller exact op hetzelfde moment hebben gereset en het traject achter elkaar hebben aangereden. Een hele dag zelfs. Wat daaruit voortkwam? De oude is net even iets efficiënter. En met net even iets efficiënter, die schommelde gedurende die tocht door het Zeeuwse, maar ook met een inclusief een terugrit, s'avonds met hoge snelheid over de snelweg, 130, 135, schommelde de oude variant met een gemiddeld verbruik rond de 17 kWh op 100 km. De nieuwe, die zat rond de 18. Kan misschien ook te maken hebben met het feit dat die oude versie inmiddels 23.000 km ervaring heeft. Misschien is alles net even iets lekkerder op elkaar ingelopen. Deze is slechts 5.000 km jong, maar goed, evengoed alsnog redelijk ingereden, zullen we maar zeggen. Maar goed, het is wel een verschil dat je opmerkt. Hij verbruikt dus net even iets meer energie. Sterker nog, dat verschil voor het energieverbruik in de praktijk zou er zelfs voor moeten zorgen dat je in de praktijk geen kilometer verder komt ten opzichte van de oude. Want het vereffent elkaar. Gelukkig hebben we echter wel die 800 volt basis achter de hand. En dat betekent dat om te beginnen de auto standaard is voorzien van een 3-fase 11 kW sterke boordlader. De laadtijd van het nieuwe model die nam wel iets toe als je hem oplaadt aan een openbare laadpaal of een wallbox thuis. Ongeveer 50 minuten heeft hij nodig extra ten opzichte van het uitgaande model. De snellaadtijden die zijn echter hetzelfde gebleven en dat betekent dat je in 18 minuten weer klaar bent om te gaan. En ook nu, want ik heb het in de praktijk getest, 8 tot 78% bijgeladen in 18 minuten tijd. Fantastisch, wat jakkert die IONIQ 5 toch een hoop stroom in dat accupakket.
Ik heb pieksnelheden voorbij zien komen van 225 kW. Ja, en dat is gewoon ongekend. Want zelfs nog voorbij 60% state of charge is hij nog aan het laden met ongekende laadsnelheden. Dat blijft echt een uniek selling point van die auto. En dan helemaal gezien de laatste update van de auto, softwarematig, dus ook de oude versie is daarvan voorzien, in de vorm van batterijpreconditionering. Zodra jij in het navigatiesysteem een snellader hebt ingevoerd, gaat hij het accupakket waar nodig in bijvoorbeeld koude weersomstandigheden opwarmen. Op die manier heb je dus niet meer last van cold gate, heb je dus niet meer last van een lagere maximum snellaadsnelheid op het moment dat het dus wat kouder is. Hij zal dus altijd in ongeveer 18 minuten moeten bijvullen van 10 naar 80% state of charge. Daarnaast kan ik je vermelden dat vanaf 2023 de IONIQ 5 voorzien zal worden van EV navigatiesoftware. En dat betekent dat het uitgaande model alsmede het nieuwe model worden voorzien van aangepaste navigatiesoftware waarmee de auto in staat is om een route uit te stippelen via snelladers naar jouw eindbestemming. Een retourtje Zuid-Frankrijk wordt op die manier dus makkelijker, evenals de wintersport, want de auto plant zelf een laadstop in. Hij zal dan ook tijden gaan zorgen voor het bijladen of het opwarmen van het accupakket, dat je dus geniet van een op temperatuur zijnde accu. En hij zal ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden met de inzittende, het gewicht van de auto, tenminste de prestaties, dat hij berekent van het energieverbruik is wel vrij hoog nu, laat ik maar wat eerder een tussenstop inplannen. Hij zal er allemaal rekening mee gehouden. Maar het bleef niet alleen bij een ander accupakket en de komst van digitale buitenspiegels, optioneel. Nee, de vernieuwde IONIQ 5 kreeg ook een hernieuwd onderstel, een herzien onderstel, laten we het zo noemen. De bodem bleef uiteraard hetzelfde, maar de auto is voorzien voortaan standaard van smart frequency dempers. Die dempers kennen we al van de Kia EV6, maar daar worden ze vooral toegepast voor de rijdynamiek. Bij de IONIQ 5 zijn ze overduidelijk toegepast voor nog meer rijcomfort en dat heeft absoluut zo zijn effect. Want het is echt heel goed voelbaar dat deze nieuwe variant over het algemeen een stukje rustiger rijdt dan het uitgaande model. Maar ik wil wel duidelijk benadrukken dat ik ook het uitgaande model verre van beroerd vond rijden. Sterker nog, ik heb het uitgaande model onlangs tegenover de Nissan Ariya gezet en ik vond de IONIQ 5 veel prettiger, veel rustiger en comfortabeler rijden dan de Nissan Ariya. En dat zelfs in combinatie met een veel fijnere handling en een dynamischere wegligging. De Ariya was wat stugger, heeft voorwielaandrijving, had een minder mooie balans, maar die IONIQ 5 zit in de basis gewoon al heel erg goed op dat vlak. Maar het is echt wel merkbaar dat die nieuwe smart frequency dempers echt wel zo hun effect hebben op die nieuwe IONIQ 5. Want over het algemeen, hij rijdt veel smoother. Het is een auto die nu onder alle omstandigheden zijn rust behoudt. Zeker als je direct switcht tussen de auto's, merk je dat het uitgaande model net iets bewegelijker is. Je voelt hem continu een klein beetje corrigeren. Je voelt dat hij een klein beetje het wegdek wil kopiëren en dat hij net even iets meer doorgeeft aan de bestuurder. Die nieuwe versie, ja, het is een beetje alsof je rijdt met een Citroën voorzien van die Hydraulic Progressive Cushions. Maar dan zonder het weken gevoel. Het is echt een heel mooi onderstel dat deze IONIQ 5 heeft gekregen. Uiteraard heb ik het een en ander ook willen onderbouwen met videobeelden. Op deze drempel rijden beide auto's met eenzelfde snelheid. Ondanks dat de verschillen niet schokkend lijken te zijn, zien we wel duidelijk dat het oude model aan de achterkant wat verder uit de veren komt en juist aan de voorkant wat verder doorslaat richting de bumpstops. De vernieuwde versie houdt het gewicht net even iets beter in bedwang. Ook als er een ander standpunt wordt aangenomen, zie je dat het oude model verder inveert dan de nieuwe versie. Rijden we de andere kant op, dan kunnen we goed zien dat er aan de onderkant van het front van de oude IONIQ 5 een stuk stoep zichtbaar wordt, waar dit bij het nieuwe model niet het geval is. De oude veert beduidend verder uit. Ook bij het neerkomen van de vooras zien we wederom dat de oude versie wat verder door zijn knieën zakt. In de volgende situatie rijden beide auto's over erg slecht wegdek en hier is het goed te zien dat de oude IONIQ net even iets bewegelijker is.
De carrosserie danst en beweegt wat meer dan het nieuwe type. Zit je achter het stuur, dan betekent dit echter niet dat de nieuwe versie per definitie comfortabeler is. Op dit soort momenten lijken de dempers namelijk op het einde juist net even iets harder in te grijpen. Hij voelt dan met momenten zelfs iets straffer. Deze dempers zijn bijvoorbeeld vergelijkbaar met de Agility Control dempers van de Mercedes C-klasse die optioneel verkrijgbaar zijn op die auto. En het zorgt er dus echt voor dat er nog meer rust in het onderstel zit. Maar aan de andere kant merk je ook dat hij iets minder gaat hangen op het moment dat je de grens op gaat zoeken van de auto. En die grens, ja, die is al heel erg mooi, want dat balans van de balans van dat EGRP-platform, dat is in de basis al heel erg goed. Mooie gewichtsverdeling, achterwielaandrijving, laag zwaartepunt, want een enorm accupakket in de bodem van de auto. We hebben hier een skateboard met een koets bovenop. Ja, het is gewoon heel erg fijn. Het grootste verschil is echter merkbaar op het moment dat je een drempel neemt. Want waar de oude IONIQ 5, als je wat te hard reed, soms een beetje door wilde slaan met second, zeker ook als er bijvoorbeeld 5 personen in de auto aanwezig waren, doet deze versie dat absoluut niet meer. Hij stabiliseert sneller bijvoorbeeld op het moment dat je een drempel afrijdt en hij slaat dus niet door tegen de bumpstops. Of ik iets merk van de prestaties van de elektromotor, dat die net iets sterker is geworden? Ja, hij lijkt net iets meer punch te geven, zeker op de tussensprints. Maar goed, helemaal perfect is de IONIQ 5 uiteraard niet. Ook niet na deze subtiele veranderingen. Zo vind ik het persoonlijk jammer dat er niets is veranderd aan het lichtbeeld van de standaard LED koplampen. Dit is niet bijstergoed en schiet ten opzichte van veel voordeligere auto's zelfs echt tekort. Vanaf de lounge-versie is het lichtbeeld een stuk beter dankzij dual-projector koplampen, maar ook het ontbreken van een slimme matrixfunctie is gezien de positie van de auto erg jammer. Tja, en als we dan toch bezig zijn, wat mij betreft had de Hyundai de aerodynamische digitale buitenspiegels ook wel optioneel mogen leveren op iets minder uitgeruste IONIQ 5. Nu ben je verplicht om de zeer complete lounge-uitvoering te kiezen. En oh ja, uiteraard is de IONIQ 5 ook leverbaar met een iets meer bescheiden accu. De instapversie beschikt over een 58 kWh accupakket in combinatie met een 170 pk sterke elektromotor op de achteras. Deze instapper heeft een range van 384 km volgens de WLTP, maar is zeker net zo interessant gezien de standaard aanwezigheid van een 11 kW 3-fase boordlader en eveneens 800 volt technologie. Dat betekent dat ook deze IONIQ 5 in slechts 18 minuten kan worden bijgeladen van 10 tot 80% acculading. Ja, als je het mij vraagt is de IONIQ 5 echt verbeterd. De rij-eigenschappen zijn verfijnder geworden en de nieuwe smart frequency dempers rondom bewijzen dan ook echt hun nut. De keuze voor een iets groter accupakket met in potentie een groter bereik is daarnaast slim, want ook vandaag de dag geldt nog steeds hoe verder hoe beter. Ik vond het altijd al een van de fijnste en zeker een van de beste EV's van dit moment, samen met een directe concurrent als de Tesla Model Y, maar zijn positie is wat mij betreft alleen maar sterker geworden. Vond jij deze dubbeltest tussen de oude en de nieuwe Hyundai IONIQ 5 leuk en interessant? Dan zeg je, ik wil meer van InstaAuto voorzien. Volg mij dan 24/7 via Instagram, Facebook en Twitter. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Ik ben Urban Verstegen en ik zie jullie graag in de volgende video. Doei!